Een delegatie van het Franse Ontwikkelingsagentschap, AFD, is momenteel op bezoek in Suriname. AFD zal samen met een team van gezondheidsexperts van 17 april tot 21 april een behoefteanalyse uitvoeren van het Marwina ziekenhuis. Het doel is om de volledige operationalisering van het ziekenhuis samen met de Surinaamse autoriteiten te verzekeren. Voortbordurend op de bestaande samenwerking met het Centre Hospitalier des Gestes Guyanais maakt de betrokkenheid van het Marwina ziekenhuis de weg vrij voor een gezamenlijke aanpak van gezondheidskwesties in de regio. Om te komen tot een nationaal migratiebeleid zijn een overheidsbrede aanpak en internationale samenwerking van eminent belang. Suriname treft met de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM, voorbereidingen voor een uitvoerbaar nationaal migratiebeleidsplan. Vorig jaar is een eerste groep overheidsfunctionarissen van de Interministeriële Coördinatie Werkgroep voor Migratie getraind in de diverse migratiegebieden. Onder de noemer The Essentials of Migration Management is de sessie gisteren voortgezet met een training van een tweede groep functionarissen. Een staking door aannemers van de vuilophaaldienst vanaf dinsdag 18 april heeft het ministerie van Openbare Werken doen besluiten om de samenleving te vragen naar begrip voor ontstane ongerief. Zowel huisvuil en containers zullen door de actie namelijk niet worden opgehaald. Het ministerie doet er alles aan dit probleem op te lossen. Aan de gemeenschap wordt gevraagd hiermee rekening te houden.